MotoMe, wat is dat? Nou, het is in ieder geval anders dan we gewend zijn van televisie. MotoMe, voor mij is dat motorrijden met power. Het is een docu-magazine, puur voor op het internet, voorlopig nog wel. Geen suddervlees, geen middle of the road, geen liflafjes, slappe hap. En het is niet plat gesponsord, dus het gaat echt ergens over. Het moet in alle extremen zitten, diepgang hebben, het moet bam, je hart raken, het mag huilen zijn, het mag lachen zijn, het mag internationaal zijn. Nee, het moet internationaal zijn. MotoMe, dat is boom. En het is gratis. Power, power, power. Hij stuurt wel lekker aan. Tractiecontrole, 96-voudig instelbaar. 196 pk, 220 Nm. Boven de 280 begint de stabiliteit toch iets af te nemen. Urban mode, sports mode. Remt als een dolle, stuurt als een dolle, grip als een dolle. Nou, dat is het dus zeker niet. Ja, zingend op de motor, ijs in je baard. En bij de Albertscorner in Leusden was de kleppensteller. Want ik had er nooit van een momentsleutel gehoord. Motorrijden is een deel van mijn leven. Is een deel van mijn werk. Dat is een belangrijk deel van mijn werk zelfs. Het is het grootste deel van mijn werk. Zo'n fijn gevoel. En dan til je dat ding weer op en dan komt er de bocht naar de andere kant. En dat is een ongelooflijk fijn gevoel. Maar het zit voor mij zo ingebakken. Het is ik weet niet anders. Vamos con los motociclismos. Waarom Joost? Waarom eigenlijk? Dat is voor mij een goede vraag. Waarom Bart? Ik vind dat hij gewoon De Wereld Draait Door altijd echt super presenteert. Echt super. Joost is echt al vanaf zijn 10e bezig met motoren. Hij ademt motoren, schrijft erover, rijdt ze, test ze. Hij weet er echt wat van. Dus ik kan me geen betere voorstellen om zo'n project als MotoMe mee te maken. Bart heeft gewoon als televisiemaker 100 jaar ervaring, zo ongeveer. En hij is echt motorrijden puur e-duur. Dat is echt zo. Gewoon, het gaat echt dwars door zijn aderen heen. En hij focust heel goed. Waar ik een beetje de losbol ben, is Bart weet precies wat we gaan maken en wat we gaan doen. En hij is super goed in de omgang, dus perfect duur. En dat staat eigenlijk gewoon helemaal vol met oude zooi. Dus dat is wel wat van jou. Nu is zelfs motorrijden geen excuus meer. Je moet het gewoon kijken. Vanaf 10 oktober. Kijken. Wanneer jij wil.